Ja, ik sliep er veel mee en daar bleef wel bij hoor. Hey Botik, de eerste keer voor jou hier spelen bij het ABN AMRO Tennis Tour in Rotterdam. Hoe is dat? Ja, spannend. Maar dit jaar voor het eerst op dit mooie grote centrum. Omdat het een memorabele eerste keer is voor jou, dacht ik misschien kunnen we eventjes door wat andere memorabele eerste keren van jou heen wandelen. Tuurlijk. Oké, let's go. De eerste keer een Grand Slam toernooi. Australian Open vorig jaar. De eerste tweener. Ja, ik denk toen ik jong was dat ik het wel een paar keer geprobeerd heb, denk ik. De eerste PCR-test. Dat ging er zo verschrikkelijk diep. De eerste keer een blauwtje lopen. Een beetje awkward, maar laten we maar naar de volgende vraag gaan. Heel goed, heel goed. Eerste keer dronken? Ja, pas toen ik 17 was eigenlijk. Eerste rookie speech? Och, dat is als je Davis Cup, als je daar voor het eerst aan meedoet. Je zit voor het eerst in een team, dan moet je een soort van opdracht of een soort van speech doen. So I'm a rookie, so I have to do the speech. Yeah, this is my teddy bear. I have it with me. I can't sleep. I have nightmares. Had je een innige band met de teddybeer? Ja, ik sliep er veel mee en daar bleef ik wel bij hoor. Oh, gelukkig. Oké. Okay. Nou, Botik, hartstikke goed. Ik denk dat we heel wat te weten zijn gekomen over jouw eerste keren. Dankjewel voor dit rondje. Ja, bedankt. Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal en mis niks van het ABN AMRO World Tennis Tournament.